Wow, die heeft een lekker ontbijt gemaakt. Omelet met spinazie en speldbrood met sambal. Hey babes, goedemiddag voor mij alweer. Het is maandag en ik heb de hele dag thuis gewerkt. Ik ben vroeg begonnen, ik heb veel gedaan. Ik vind maandag altijd een stressvolle dag. Op de een of andere manier heb ik dan het idee alsof ik alle to-do's van de week geregeld en in mijn hoofd moet hebben. Terwijl dat natuurlijk niet per se zo is. En het eigenlijk best meevalt deze week. Maar toch, er zijn een paar dingen waar ik dan stress over heb. Wat ik deze week allemaal ga doen. Vanavond heb ik de verjaardag van Anna. Dus daar heb ik heel veel zin in. Zie ik iedereen weer. Deze week krijg ik de samples van mijn nieuwe schoenencollectie te zien. En ga ik nog iets anders leuks doen waar ik jullie later meer over vertel. Donderdag heb ik een shoot. En ga ik de hair tutorials opnemen samen met mijn kapster Charlotte. Dus daar heb ik veel zin in. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Vrijdag shownieuws. Morgen naar de Linda redactie. Veel losse details die ik even aan elkaar moet knopen. Ik moet nog opruimen van Kopenhagen. Er moeten wat styling dingen terug. Alles moet geprept worden om een paar dagen vrij te kunnen zijn met de feestdagen. That kind of stuff. En nu ga ik als break sporten. Samen met Jordi. Ik heb het idee dat als je veel stress hebt of heel erg in je hoofd zit, dat sport dan heel erg helpt. Dat lees ik altijd, dat hoor ik van iedereen. Dus ik dacht, in plaats van dat ik dan een half uur even niks ga doen, ga ik gewoon op een loopband staan en even wat wandelen. Dus dat ga ik nu doen. Hij komt me zo ophalen, super cute. Hij is echt wel een fanatiek gezond iemand. Dus hij eet gezond, hij beweegt, bla bla bla. Dus dat is een goed voorbeeld voor mij. En hij kookt gewoon vaak voor mij, wat echt chill is. In ruil moet ik hem dan altijd spaatje geven, dus zijn gezicht lekker insmeren met crème en zo. Zo helpen we elkaar. Wow, hoe klein is mijn mini staart ook, nu ik kort haar heb. What? Dat eigenlijk. Daarna ga ik nog even aan administratie werken en dan naar Anne's verjaardag. Super leuk! We hebben dus een tijdje terug, heel grappig, in een weekend een geheime shoot gedaan met allemaal vrienden van Anne. En een soort kunstfoto gemaakt van ons aan een eettafel. Heel feestelijk. En die wordt vanavond aan haar gegeven in huge supersize formaat. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. We hebben een soort Studio 54 over de top styling gedaan. Ik heb daar wat beelden van. Die zou ik nu even afspelen. Ik zou het niet zeggen, maar het is 10:30 's ochtends. Ik ben met deze knappe mensen. Woehoe! Hey, Pen. Hey. Ziet het er gezellig uit? Ja, hè? Deze chaos. Maar hoe zie je eruit? Dio, je maakt het goed met het pak. Mag ik hier? Oh, dit is zo leuk. Oké. Ja. Zijn we dan? Hoe vind jij mij als sporter? Ik vind jou een topsporter. Echte atleet. Geboren atleet. Atletische bouw van je. Sterke billen en benen. Kijk, ik ben lekker shaky en bezweet. Ik vind het wel weer mooi geweest. Vandaag. We hebben gesport, we hebben salade gegeten en nu helpt Jordi mij met boekhoudkundige vraagstukken waar ik zelf een beetje zenuwachtig van word. En dan is het gewoon veel fijner om met iemand even alles door te spreken. Dus dat doe ik nu met hem. Super lief dat hij me wil helpen. Ik hoop dat ik in ieder geval één ding weg kan werken, dan voel ik me weer iets geruster. Ik heb eigenlijk vier zakelijke dingen of boekhoudkundige dingen die soort van op mijn schouders trekken. Dus die moet ik één voor één tackelen. Ik ben me nu heel snel aan het klaarmaken. Ik heb deze helft van mijn haren al een beetje gekruld. En deze helft nog niet echt. Dus dat doe ik nu even snel. Ik heb ook net mijn hand verbrand. De krultang viel en toen brandde ik zo tegen dit stuk aan. Dus het zijn toch nooit fijne gevoelens. Eigenlijk iets te snel gedaan. Hij heeft niet echt goed gepakt, maar als ze maar gewoon een paar plukjes een beetje een gezellige kant op wijzen, vind ik het eigenlijk al goed. Ik heb hier een heel naar ding zitten. Verder ziet het er op zich al goed uit. Oh ja, dit herinnert me eraan dat ik nog highlighter moet doen. Ondertussen ook even lipgloss. Ik ben dus into de sparkly lipgloss de laatste tijd. Even een goede tip, ik krul dus altijd ongeveer op deze hoogte ook een plukje de tegenovergestelde richting in. En ik krul meerdere plukjes in de verschillende richting. Dan wordt het iets nonchalanter. En sowieso is het fijn als je eerst de basis hebt gekruld om er dan nog wat dunne plukjes uit te pakken. Dus
dat het niet te veel te herleiden is hoe je het precies hebt gevuld. Kijk, die gaat nu de andere kant op. Dus dat maakt het even wat speelser allemaal. Ik hou de puntjes dus altijd recht. Als dat niet goed is gelukt, kun je het altijd even met de steltang nog iets rechter aan de onderkant maken. Kijk, deze is terecht. Dit is goed gegaan. Oké, dit ziet er mooi uit. Leuk, leuk, leuk. Ik twijfel nog even wat ik doe qua oorbellen. Ik hou altijd van asymmetrische oorbellen. En dit zijn toevallig wel asymmetrische oorbellen die bij elkaar horen. Maar ik vind het misschien cooler om er toch maar één in te doen. Alleen deze. En nog even een Dumio erover. Ik doe nog een klein beetje extra kleur op mijn gezicht. Aan hem is ook heel tof. Die heeft hele grote schouders en hier een smal detail in het middel. Is het Amish? Is het fashion? Ik denk het laatste. En het is een beetje een crop top. Zit heerlijk. En het is gewoon lekker dramatisch. Dus het maakt een jeans meteen heel cool. Het is van hele mooie stof. En dit valt ook heel mooi met een soort riempje. Dan heb ik gewoon mijn vintage Levi's erbij. Doe ik daar wat hakken onder en klaar ben je. Dit is van House of Sunny. En ze hebben ook een hele mooie asymmetrische witte top. Geweldige truien, geweldige jassen. Het is echt een heel erg leuk merk. In een soort redelijk betaalbare categorie wel. Aangekomen bij de Dutchess. En volgens mij is het heel mooi versierd. Dat zag ik net op andere stories. En ik heb hem echt al weken, zo niet, misschien wel 2-3 maanden niet gezien. Ze zijn natuurlijk allebei heel druk en ze is veel in het buitenland. Dus ik heb zoveel zin om haar weer te zien. Echt heel. Ik ben echt heel blij dat eigenlijk al mijn allerliefste mensen hier zijn. Laten we ook even zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Happy birthday to you. Een nummer proberen te schrijven, om in ieder geval een paar woorden op papier te zetten. Ging je daarvoor naar de studio? Nou, toen ben ik dus daarom begonnen, toen dacht ik, wow, nee, het is zoveel informatie. Ik ga dit niet redden in zoveel korte tijd, want ik moest ook nog zelf de beat maken. Toen heb ik die studio sessie maar gewoon helemaal afgezegd. En toen ben ik zelf naar de studio gegaan en ik ben ik een beetje gaan spelen en zo. Alle onder dezelfde man. Ik heb gezien wie je echt bent in die man. Demmen ze niet grappig hoe het allemaal kan gaan. Alle zon zonder gamma die we samen zagen. We zweet rond rennen om ons eten klaar te maken. We eten alles op. Kijk maar, je ziet niemand meer eten. We zijn ook alleen maar zo gelukkig met die man. Zo gelukkig heb ik haar nog nooit gezien. All night and your way for, pray for, I beat your ass.